De 66-jarige Titus Pasveer van Ljouwt wil jood met eigen egen zien hoe de Antillenflat erbij stiert. De flat dat hij zelf 44 jaar lang ontbouwd had. Hij kwam uit militaire dienst en zocht werk, die was een soort orenjongeman. Die kreeg juist alle keer een baan, want de Antillenflat moest vlug deelzet worden. Er moest hard gewerkt worden. De tunnel kwam er een andere dag kwam de tunnel los. En later heb ik de balkons zijn er aangeplakt. Dus je maar die balkons zijn er onplakt, zeg je? Ja, die zijn er aanplakt, ja. Ja, ja. Zonder bewapening? Ja, bewapening. De stekken die staken een half meter eruit. En dat was het. Dan kwam er weer ijzer in en de balkons werden eraan vastgezet. En je ziet nu het resultaat wel. Het is allemaal een puinhoop. De Antillenflat is ontworpen door architectenbureau Broek Bakema van Rotterdam. Hij moest gauw opgebouwd worden en dat hier een reden, vertelt historicus Cas Karel. Cas Karel die een soort onderzoek naar architectuur en had een boek schreven over de bebouwing van de Ljouwter Wieken. Er werd snel gebouwd om redelijk de prijzen redelijk in de hand te houden, waardoor de huurprijzen ook laag konden blijven, waardoor ook mensen met een smalle beurs in dit soort mooie flats. Want sinds ze staan er nou 45 jaar. En we vinden ze nou misschien wat aan de kleine kant. Maar toen waren het echt hele royale woningen. En voor een bescheiden huurprijs. En dat had allemaal te maken met die productie. Voor Pasveer is het duidelijk. De oorzaak is betonrot en de Antillenflat is net meer betrouwbaar. Je ziet aan die andere die ernaast ligt, die ligt ook al scheef. Die heeft ook al een tik gehad. Hè? Dus de bovenste balkons zijn allemaal verrot. Dat is allemaal erosie, dat ijzer is kapot. En wat je nu krijgt, ja. Deze gaat kapot, deze repareren ze, dan gaat de volgende ook kapot. De weg haalt die hele handel. Neffens hem moeten alle balkons vervangen worden. Een goede oplossing vindt ek Cas Karel. Want zo kan de beeldbepalende Antillenflat nog redden worden. Ik vind dat dat de moeite waard is. Dat het onze plicht ook is. Als er, bij wie we spreken, pas 10 minuten uit een kathedraal vallen. Dan zetten we ook alles in het werk. Om dat te repareren en de andere problemen op te sporen dat het niet weer gebeurt. En dan zijn we ook niet, sloop maar.